wat is hier vandaag aan de hand? Nou ja, alle mensen die rekening hadden bij DSB en dus dat kunnen aantonen met hun pasje, die kunnen tot een 300 boeken gratis afhalen hier. En daar is wel belangstelling voor, zo te zien. Ik kom dat boek halen over de opkomst en ondergang van Scheringa. En heeft u ook uw pasje ook bij u? Ja, ja, uiteraard. Uiteraard, anders kan ik het boek niet meekrijgen, dat heb ik begrepen. Moet je een pasje inleveren, hè? En dan krijg je een gratis boekje. Dus dat vind ik leuk. Ik geef het aan mijn zoon. U heeft zelf ook een rekening bij de DSB gehad dus? Nee, mijn dochter. Okay, maar dat... En die heeft er al een. Maar die is getrouwd met de man. En nou heeft ze het even aan moeder gegeven. En dan ga ik er halen. Nou, wat kunnen we allemaal in het boek lezen? Nou ja, het is voornamelijk een reconstructie van alles wat er gebeurd is de afgelopen maanden. We hebben het een beetje chronologisch aangepakt, maar toch ook wel een beetje de geschiedenis van Scheringa. Een hoofdstuk waar het mis begon te gaan, dat het echt onder de steeds toenemende druk van slechte publiciteit is gaan rollen. En uiteindelijk dan de lessen die geleerd zijn, die denk ik voor veel meer banken ook geldig zijn vanaf heden. En wat gaat u nu verder met het pasje doen? Niks, geef ik weer terug aan mijn zoon. Die wil het bewaren, denk ik. Eigenlijk kunnen ze niets meer met deze pas. Die is onbruikbaar geworden. Ja, persoonlijk zou ik hem bewaren tot het geld van via de garantieregeling dat men niet teruggeeft. En dan heb je in ieder geval een bewijs dat je rekeninghouder was. En daarna kun je hem weggooien, denk ik. Ja. Is het gelukt? Heeft u een boek gekregen? Jazeker. Ik heb een boekje en een pasje heb ik ook weer. Maar nu moet ik weer naar huis.